Ja, het is inmiddels 25 mei. En ik ben 62 in een dag. Ja, gisteren was ik jarig. Heel veel felicitaties gehad. Hartstikke bedankt. De brievenbus lag helemaal vol met kaarten. Daarvoor ook bedankt. Maar ondertussen ging het werk wel verder. En wat ik gedaan heb, is bijvoorbeeld deze jongen de centrale stofzuiger aangesloten. Nou, dat ga ik even tonen. Dus ik had hem aangesloten. Ik denk van, nou, dan gaan we hem even proberen. Hè. Dus dan leg je die slang neer. Die pleur je neer zo. En dan zoek je het begin. Kijk, en aan dat begin, daar zit een stukje metaal en een lippie. Dus ik denk, ik zal het even laten zien. Nou, dat lippie, dat moet omhoog, want hier zitten twee dingetjes. En daarin zitten twee takkies. Dus als ik dan hem erin zou doen, ik ga jullie weer even laten zien, zo. Hè, dan zet ik hem erin, zo. Zien jullie het nog? Zo, zit hij erin. Ik denk, nou, klaar. En dan zet ik hem aan en dan gaat hij aan. Want hier zit dan een knopje. Dus ik zet hem aan, helemaal niks. Wat domme. Ik denk, nou, krijgen we nou weer. Gesodemieter. Ik ook niet gek. Ik haal hem er hier uit. En ik zet hem in de woonkamer erin. Dus dan moest ik weer een stukje deze kant op lopen, want daar heb ik nog eentje. Ja, klapje omhoog zo. Klapje omhoog. Klapje omhoog. Slangetje erin. Op zich zou dat toch heel makkelijk iets moeten zijn. Oh, ik probeer hem in een stopcontact te duwen. Nou, laat ik dat nou eens even niet doen. Het gaat wel lastig met één hand, hoor. Moet ik even in mijn voordeel erbij zeggen. Nou, die duw ik dus erin, zo. Huppatee. Ktakje erbij. Nou, en dan liep ik weer naar het handvat. Dat was dus hier. En ik zet hem aan. En hij ging aan. Ja, hij gaat echt aan. En zo gaat hij weer uit. Nou, gaaf, man. Zuigen doet hij niet. Hij maakt wel een hoop herrie. Nee, hij zuigt dus een wiel door dat ding, jongen. Zuigt er echt alles zuigt hij. Dus, nou jongens, dat werkt. Nou, waarom werkte het daar nou niet? Nou, dat ga ik even uitleggen. Dat duurde natuurlijk even voordat ik dat in de peiling heb. Kijk, daar zit wel een pikkie. Daar zit een pikkie. En daar zit een pikkie. Maar dit pikkie is een beetje lam. Dit pikkie zit een veertje achter, maar dat pikkie doet helemaal niks. Dus dan moet ik even jippie hier. Johan van den Berg even bellen. Dan komt dat goed. Nou. Dus dat was een klein succesje. Nou, wat ik ook even wilde. Ik heb het even in scène gezet. Kijk, dat plafond, prachtige wit. Dat moet helemaal overnieuw, maar goed. Kijk, ik heb het even in scène gezet. We doen nu net alsof het 's avonds laat is. En dan, nou, het zijn al lampen voluit. Hè? Dat zien jullie, voluit. Het is nu 4:00 in de middag, dus dat zie je niet zo goed. Maar toen, wat ik nou zo graag zou willen, is dat als de televisie aangaat, dat het licht dan gaat dimmen. Dus toen ben ik een vreselijke tijd bij zoet geweest. Maar let op, ik zet de televisie aan. Kijk, gaat de televisie aan en moet je op het lampje letten. Nu is hij aan. En dan huppatee. Ja, dan begint het lampje te dimmen. Nou, ja, heb ik ook voor elkaar. Leuk, hè? Nou, en nou is het einde zoek. Want dan ga ik allemaal van dat soort schakelingetjes bedenken natuurlijk. Nou, oh, mijn held is ook aan het gitaarspelen. Nou, en toen kwam de terrassenman terrassen leggen. Kijk aan, wij hebben hier één terras. Hier mag ik al op lopen van de terrassenman. Dit moet alleen nog gevoegd worden. En dan is dit terras klaar. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Nou, en toen kwam vanmorgen de terrassenman nog een keer. En de terrassenman heeft toen ook hier het terras gelegd. Maar het is nog lang niet klaar. Het is even een lel. Maar dit loopt dus niet schuin vanaf hier. Dus hier ligt het allemaal een centimeter onder de dorpel. Daar ook allemaal een centimeter. En dan loopt het naar binnen straks. Loopt het af en het loopt zo af. Ja, nou, daar is hij nou mee bezig. Nou, en toen had ik het idee van, nou, de overkapping wordt vandaag ook geplaatst. Nou, kijk, daar is mijn buurmeisje Hannelot. Die komt aanstappen. Die komt net van school, waar ze niet zoveel meer aan vindt. Ja, die zit op de horeca vakschool. Maar dat gaat ze niet meer doen. Ze gaat waarschijnlijk dierenartsassistent worden. Nou, dus ja, met die overkapping is vreselijk opgeschoten, want die beginnen pas dinsdag. Ja,
Dat had ik niet goed begrepen. Of zij hebben het verkeerd aan mij verteld. Ik denk het laatste, maar ja, dat moet je niet hardop zeggen als je 62 bent. Want dan kan je wel eens vergeetachtig zijn. Nou, als jullie denken van wat is dit voor een klerenmuziek. Nou, dit is nou net de muziek die ik geen klerenmuziek vind. Jongens, verdenken. Ik heb niet veel meer te vertellen. Tot morgen.